Pieter Mulders, trainer van Rijnsburgse Boys. Een wedstrijd met twee gezichten, we kunnen alle clichés uit de kast halen. Wat heb je in de rust gezegd? Nou, dat ik niet blij met ze was. Heel simpel. Als je een matige voorbereiding speelt en je speelt tegen Tech een goede wedstrijd en je laat de eerste helft dit zien, ja, daar word ik niet vrolijk van. Ik ben in de rust naar het toilet geweest, dan moet ik langs jullie kleedkamer. Ja. Het was op een andere toon. Ja, nee, was zeker op een andere toon. Kijk, je was echt wit over je theewater heen. Nee, maar tuurlijk. Eerste jaar met deze groep in de tweede divisie. En laten we dit zien. Dat is niet. Baandrecht maakte er fantastisch gebruik van. We waren gewoon de eerste helft werden we van kastje naar de muur gestuurd. Alleen ja, voetbal begint altijd met passie en strijd. En waar we goed in zijn, heb je de tweede helft gezien. Ja, dan word ik er niet vrolijk van. We zijn het eens, want ik heb op de radio in afrondende zin ook geroepen. Ik mis de beleving bij Rijnsburgse Boys. En die beleving komt dan terug. Je past ook twee wissels toe. Haal je dan twee zonderbokken eruit of deed je dan alleen tactisch? Nou, eentje vond ik matig spelen en de andere was gewoon een tactisch verhaal. We gingen vol pressie vooruit, 1-1 op het hele veld. En dan hadden we daarin wat meer snelheid nodig aan de linkerkant. Dus daar plaatste ik Jordi. En Donny vond ik matig spelen en daar plaatste ik Max voor. Dat is heel simpel. En dan komt die tweede helft en dan keert het tij ten goede van Rijnsburgse Boys. Ja, het kwam er eigenlijk neer dat ze geen antwoord hadden op ons speelstijl. Nou, ook op jullie agressie. Ja, nee, maar goed, als jij deze speelstijl toepast, dan heb je agressie nodig. Want je moet heel veel meters maken, je moet heel veel lopen, heel veel diepgang, heel veel afjagen. Ja, goed, dan heb je passie voor nodig. Als je dat niet brengt, ja, dan heeft deze speelstijl of deze tactiek ook geen nut. En dat is fantastisch, ik heb genoten. Aan de andere kant, bij een 3-2 stand zie ik toch nog kansen voor Barendrecht. En dan heb je Richard van Nieuwkoop die de boel overeind houdt. Ja, nee, die fantastische wedstrijd gekiept. Kijk, je weet gewoon als ze met deze speelstijl. Hun gingen op een bepaald moment ook 4-2-4 spelen. Dus dat was op het hele veld 1-1. En die bleven ook toepassen bij 3-2. Want ik ga het niet te veranderen. Weet dat je ruimte weggeeft. En er waren een paar fantastische afstandsschoten trouwens. Hoor, van Jongman. Jongman, ja, fantastisch speler overigens. Een mooie afstandsschot. En Richard, ja goed. Richard heeft een goede voorbereiding gehad overigens. En dat vertaalt hij eigenlijk terug nu. Hij heeft de strijd van Deen volgens nog gewonnen, denk ik. Nou ja, goed, hij heeft tegen Tech gespeeld en tegen Baarden gespeeld. Dus hij is nu op dit moment onze eerste keeper. En hij vertaalt het terug. Hij krijgt vertrouwen, zoals de Deen ook vertrouwen van ons krijgt. Dat is een jongen in opkomst. Maar Richard heeft een puikenpartij gespeeld. Zegt de trainer van Rijnsburgse Boys met een lach op zijn gezicht. Nou ja, ik laat zo zeggen, een wedstrijd waar je al mee begon met twee gezichten. De eerste helft was gewoon teleurstellend, echt slecht. De tweede helft heb ik genoten van die jongens. En zo willen we altijd spelen. Dat hebben we vorige jaar in de derde divisie ook toegepast. Ik wist overigens niet dat het in de tweede divisie ook kon. Maar goed, dat is blij als die jongens dat ook op het veld weten te brengen. Wat we wilden in de rust. En daar ben ik wel blij om. Gefeliciteerd en proost voor straks. Ja, dankjewel. Dat is goed.